Welkom iedereen, ik ben Miguel. Ik ben Piet. En welkom terug bij Pijpen en Praten, onze blijkbaar wekelijkse podcast. Ja, wekelijkse podcast. Ja, ik wou daar zoiets wekelijks van maken. Ja, waar wil jij het vandaag over hebben, Piet? Mij maakt het niet uit, we kunnen gewoon lekker babbelen over van alles. Zoals jullie zien is het, waarschijnlijk zien, is het al een beetje donkerder. We dachten we gaan s'avonds filmen. Ja, we zullen een lekker praatje doen s'avonds. Dat is wel leuk, dat is altijd interessant. Ja. Zo, nog een beetje genieten van het weer. Oké, het is al wel wat frisjes geworden, maar... Ja. En Piet, laten we beginnen met het belangrijkste. Wat ben je aan het roken? Ik ben de Brick V, dus Brick Vanilla, weer aan het roken. Een heerlijke vanilletabak, voor in de pijp natuurlijk. Zou ik niet tussen een sigaret doen, want dan zit je geklemd aan de wc. Allee, dat weet ik niet. Dat ligt van persoon tot persoon af, maar ik zou het toch maar niet proberen. Dus dat? En wat ben je aan het roken, Miguel? Ik ben mijn prachtige Gébévange after dinner aan het roken. Want wij hebben net ons avondeten op, dus ik dacht, waarom geen toetje? Het is een lekkere kruidige pijptabak blend met niet al te veel nicotine in, maar wel een mooie hoeveelheid. Ja. Oké, okay, ja, en Miguel, hoe was jouw dag? Mijn dag was eigenlijk relatief goed. Relatief goed. We zullen er even bij zeggen, we zijn donderdagavond momenteel. We hebben al twee video's online gezet van koffie, die hebben wij vandaag opgenomen. Maar deze video gaan jullie pas... Morgen... Waarschijnlijk dinsdag. Omdat de eerste podcast was ook dinsdag. Ah ja, inderdaad. Ja, dinsdag. Ja, nee, dat heb je gelijk. Dus jullie gaan deze waarschijnlijk dinsdag zien. Dus deze aflevering is voor dit donderdag opgenomen. En wat hebben we vandaag gedaan? Wel, we hebben twee koffiesoorten gereviewd vandaag. En ik... De cameraman heeft een aansteker nodig. Ja, pak hem maar even naar de camera. Ik voelde me na de tweede koffieproeverij ineens helemaal misselijk. Helemaal licht in mijn kop. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ik voelde me niet goed. Ja, ik ging ervan uit dat de koffie gewoon verkeerd is gevallen, want nadat jij naar het toilet bent geweest om over te geven, dan was jij weer helemaal in orde. Dus ik denk gewoon dat die laatste kop koffie te veel was. Want we hebben meer koffie gedronken dan dat er gefilmd is natuurlijk, maar... Inderdaad, maar dat verklaart nog altijd niet waarom ik me licht in mijn hoofd voel. Cafeïne stoot. Ja, ik kan de cafeïne stoot wel. Ja, of het ketting roken. Ja, dat... Kan ook. Ja, wij roken redelijk veel aangezien dat wij niet de juiste tabak gebruiken. Alleen niet de tabak gebruiken die wij normaal roken. Dus deze tabak is natuurlijk iets lichter, want wij roken de Lancia tabak van de Aldi. En die is, zoals mijn vrienden op school altijd zeiden, is net schuurpapier. Dus redelijk zwaar. Die is net schuurpapier, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, heb je dat nog niet gehoord? Nee, want ik zat niet op een school waar iedereen rookte. Nee, dat is waar. Ja, bij ons werd er veel gerookt. En ook heel veel sigaretten getuurd. Ja, de sigaret was 45 cent, 30 cent. Ja, dat is goed, jongen. Hier was bij ons standaard 25 cent op school. Dat was een goede business, want je ging dan gewoon in het weekend pakje palmal halen. Dat was nog een tijd dat een pakje palmal van 19 sigaretten 3,5 euro kostte in België. Ja, zo lang is dat geleden. Ja, bij mij was het 4 euro voor een pakje palmal. En dan was het altijd, je ging met een pakje naar school. En dan begon iedereen vond jou dan een coole jongen, want je had sigaretten bij. En dan wou ze sigaretten van je kopen. En dan, 20 cent per sigaret. Ja, 25 cent. Ja, 20, 25. Ja, 20, 50. Bij ons schommelde het altijd tussen de 30 en de 45 euro. Dat, euro? Cent. Eurocent, sorry, ik was cent vergeten. Nou, dat zijn dure sigaretten. Ja, bijna even duur als in Nederland. Ik schoot, ik heb altijd mijn sigaretten zelf geschoten. Dan kom ik er verdeliger uit natuurlijk. Als je nou te veel rookt, van nou niet, maar zoals ik... Jawel, dan kom je nog altijd veel verdeliger uit. Want als je diezelfde hoeveelheid aan pakjes sigaretten zou roken... Ja, dat heb je wel. Ja, nou in deze tijd zeker wel. Mm-hmm. Tegen vroeger. Ja, nog wel zo, man. Nou is want het zeker. Ik schiet nog maar een drietal jaar en de reden daarvoor is omdat mijn ouders niet wisten dat ik rookte. Dus dat was... ik kocht altijd pakjes die ik dan makkelijk kon verstoppen, want ja,
een pot, een schieter en filters kunnen niet zo makkelijk verstoppen. Als gewoon een pakje L&M steek je gewoon in je rugzak en je gooit die rugzak op je kamer en niemand weet het. Inderdaad. Ja, dat was een business. En met die lollies, weet je dan nog die kleurlollies? Was er bij jullie ook zo'n hype? Die werden bij ons verboden op school. Waren dat zo die lollies waarvan je tong kleurde? Ja, die kleurlollies. Met kauwgom in het midden? Ja. Mm-hmm. Oh jongen, dat weet op een gegeven moment, er waren een stuk 2-3 man op school die dat eens een keer bij hadden. Ja. Iedereen wou die hebben, hè. Op een gegeven moment, iedereen op de speelplan had ze. Mm-hmm. En allemaal verkopen en zo. En ik heb toen eens een keer zo'n lolly gekocht. Dat was een eurotje, kreeg er een. Ja, hey, ik was een bengel van het eerste, tweede middelbaar. Tweede zat ik toen. En een eurotje was dat dan. En ik heb er toen op een gegeven moment 3 gekocht voor, ik weet niet meer hoeveel dat was. Die kreeg ik gratis. Mm-hmm. En die heb ik toen verkocht voor 2 euro stuk. En die verkochten goed. En leerkrachten kwamen er allemaal achter natuurlijk. Niet dat, ik deed maar gewoon het algemeen van... Dat het gedaan werd op school. Dat het gedaan werd op school. En die lollies zijn dus daadwerkelijk in het reglement gekomen. Hè? Dat lollies en kauwgom en al die shit niet. Die kauwgom mocht bij ons sowieso nooit. Bij ons ook niet bij. Een reden daarvoor zijn dat mensen ze onder de tafels plakten. Oh nee. Bij ons was het vooral voor op de speelplaats. Want je had echt witte plekken op de speelplaats waar iedereen zijn kauwgom propte. Mm. Had hij bij ons ook. Want die regels die gelden wel op school, maar die golden niet voor het internaat. En het internaat had dezelfde vrije ruimte als de school. Dezelfde speelplaats, zeg maar. Ja. Yeah. En daar kwamen de interne, wij mochten wel kauwgom kauwen, dus wij gooiden onze kauwgom er altijd op de grond. Ja, ja. En ook tegen dat schoolbureau was dat opgedroogd. Ja. Ja, dat was een tijd, hè, school. Ja. Heb jij trouwens een diploma? Natuurlijk. Ja, ik niet. Ja, dat weet ik. Ja, waarom, dat leg ik ooit wel eens uit, maar dat is nou nog wat te vroeg. Dat komt in een andere video. Ja, we zullen het wel eens bespreken. Ja, daarom. Misschien in een andere podcast of zo. Ik heb vast werk, dus het maakt niet veel uit. Ja, het is dat. Daarom, maakt niet veel meer uit. Je verdient die manies. Ik verdien die buddies, ja. En ja, mijn dag, hoe was mijn dag? Dat is een goede vraag. Ja, want dat had je niet aan mij gevraagd. Maar ja, we raakten al direct aan de praat natuurlijk. Mijn pijpje is bijna leeg, ik had hem niet ver gevoeld. Mm. Meteen zoals bij die maispijp eigenlijk. Maar ja, okay. Mag ter gewoonte. Hoe was mijn dag? Mijn dag, ja, dat ging wel. Hè. Dat een beetje editen van de video's, de opnamevideo's, dus de koffie zetten deed ik alleen. Het koffie drinken deed ik dan samen met Miguel en de cameraman. En ja, ik had wel een rustig dagje. Het was een lekker alledaags dagje eigenlijk, zo voor de tijd dat ik nou thuis zit. Want voor de mensen die de vorige podcast, denk ik dat het was, heb ik dat ook uitgelegd. Oh, je hebt het heel eventjes aangehaald, ja. Zit ik met een ontsteken pees in mijn voet, dus ik kan momenteel niet werken. Alleen momenteel. Ik ga, als jullie deze video zien, ben ik alweer aan het werk, dus... Maar het gaat goed met mijn voet. Ik hoef geen kruk meer te gebruiken. Ik moet nog wel veel zitten, maar dat doe ik ook met editen en zo zit ik. Koffie drinken zit ik. Ga je nou heel de dag in de zetel? Ja, in de zetel nou niet. Ik zat meer aan de computer. Ja, je zat meer aan de computer. Ja, dat was zo wel wat mijn dagje eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Ik kan mijn pijp even leeg maken. Dan moet je dat doen. En ik heb dan, nadat ik lekker ziek ben geweest, ben ik ook nog wel. We hebben hier nog even buiten zitten babbelen. Ja, dat was gezellig. Dan zijn we naar binnen gegaan, ben ik aan het eten begonnen. Ja. Lekkere hutsenpot met koteletjes gemaakt. Ja, lekker joh. Heerlijk afgekeurde koteletjes. Was heerlijk man. Smaakte geweldig. Zo een van die dingen dat je leert als je op jezelf woont. Dat is waar. Ik kan het op zich ook wel koken, maar... Ik weet dat jij alweer meer ervaring hebt in koken omdat je alleen woont. En ik vind jouw eten eigenlijk best wel lekker. Ik doe mijn best. Ja. Maar jij gebruikt echt kruiden en zo. Ja, ik kruid op smaak. Ik woon nog thuis, dus onze moeder die doet niet echt aan kruiden of zo. Die doet gewoon zout in bij de aardappelen en dat is het eigenlijk. Miguel gebruikt echt nootmuskaat, pilipili als we dat daarna zouden halen. Ja. Ik gebruik mijn standaard kruiden en zo. Ja, natuurlijk gewoon zout en peper. Ik probeer ook altijd ergens iets te vinden waar ik nootmuskaat bij kan doen. Ik weet niet of je het op het vlees geproefd hebt, maar er zat nootmuskaat bij op. Ik vond het heerlijk vlees, was lekker sappig.
En mijn puree, als ik hem maak hoe dat ik hem graag heb, is het gebruik ik zout, zwarte peper, nootmuskaat, pilipili, paprika en look. Als ik hier moet koken, want hier heb ik een stuk minder kruiden, gebruik ik zout, witte peper en nootmuskaat. En ja, dat is het, want dat is alle kruiden die ze hebben. Nou, ik zeg het, ons moeder is geen kruidenier, zal ik maar zeggen. Die... Geen kruidenier? Kruidenierswinkel. Je kan hier geen conserveblikken komen kopen, jongens. Oh. Ja, ik ga een sigaartje roken. Veel plezier. Ik heb er heel erg zin in. Kun je ons nog goed zien op de camera? Ja? Ja. Oké. Okay. Omdat je weer meer aan het sms'en bent dan met aan het opletten, godverdomme. Dat maakt niet uit. Loonsvermindering. Dat is een sigaretje binnen straks, cameraman. Nee, is een grapje. Je mag wat zeggen. Natuurlijk. Leuk, weet je nog? Vroeger kon je één sigaret kopen in een tabakswinkel of zo. Mm-hmm. Vaak voor zwervers of zo die wel sigaretten rookten, maar geen. Ja. Op een sigaretwinkel, maar één sigaret kopen of zo. In de stad waar ik woon zijn er nog altijd een paar nachtwinkels die dat doen. Dat is wel interessant. Kun je nog altijd, een sigaret gaan halen? Gewoon zo voor. Ik denk dat ze. Want ze vragen wel vrij veel. Ik denk dat ze 50 cent vragen. Ja. Dan kan je gewoon zo binnenkomen: oh, kan ik 3 sigaretten kopen? Er zijn veel mensen die dat doen omdat ze proberen te stoppen met roken. Ja, en dan hebben ze geen pakje in huis liggen. Maar als ze dan willen gaan roken, kunnen ze toch nog een sigaret gaan halen. Ja, Zeker als ze te weinig geld hebben voor vapes. Maar dat vind ik wel interessant. Daar heb ik nou nog nooit van. Dat is leuk, weet je, cameraman. Ja, binnenkort komt cameraman trouwens ook eens een keer in beeld. Hij is aan het werken aan zijn camera-angsten, zal ik maar even zeggen. Hij komt binnenkort ook eens mee en dan gaan we een lekkere podcast. Postcast. Gaan we een podcast met z'n drieën doen. Nog een leuk weetje. Wij hebben. Ik weet niet of ik het van Drank voor You mag zeggen. Oh, daar is de hond weer trouwens. Ik weet niet of ik het van Drank voor You mag zeggen, maar hij heeft ons een beetje gesponsord vandaag. Tegen dat deze video online komt. Hebben wij het al binnen en zal ik het waarschijnlijk al in detail hebben uitgelegd in een andere video. Ja, Drank voor You. Ja, ik ben zijn naam weer kwijt. Hartstikke bedankt, want jij hebt ons vandaag gecontacteerd. Alleen, wij hebben ons gesubscribed op jou op Twitch. Mm-hmm. Kostte €4,99. Maakt mij helemaal niet uit, want je bent een geweldige kerel. En jij hebt ons aangesproken in privé, want een subscriber krijgt in de winkel van Drank voor You 20% korting. En aangezien dat wij de genieters zijn, had ik een vraagje van... Werkt dat ook in de webshop? Ja, kunnen we dat ook in de webshop gebruiken? Ja, en Drank zegt tegen jou, nou, we gaan het voor één keer anders doen. Ik ga voor jou een pakketje samenstellen en die stuur ik gratis op. Dus tegen dat jullie deze podcast zien, komt het bierpakketje volgend weekend. Dus dat is het laatste weekend van maart, komt het bierpakketje in video's online. De reden daarvoor is gewoon heel simpel, wij drinken tijdens de week principieel niet. Nee. Vrijdag, zaterdag, zondag drinken wij. Maar zondag ook meestal ook niet. Vrijdag en zaterdag drinken wij zoveel we willen. Maar door de week en op zondag drinken wij principieel niet. Omdat je dan met je werk zit. En op zondag, ja, de volgende dag is maandag, kan je best ook niet liggen zuipen. Nee, inderdaad. Dus, maar er gaan sowieso video's van online komen. En effectief, shout-out, Drank for You, nogmaals. Hartelijk bedankt, jongen, echt waar. Ja, we appreciëren alle steun die we krijgen. Ja. Dat had ik echt niet verwacht eigenlijk, maar ik vind het gewoon geweldig. Drank for You is altijd op. Drank for You is ook zijn kanaalnaam. Mm-hmm. Dat is Drank for You. Ja. Op Twitch. Op Twitch. Iedere dag te zien van 10 tot 1 'smiddags. Behalve op. Dus, zondag en maandag. Inderdaad. Dus als je interesse hebt, zeker naar zijn kanaal gaan. Is een hartstikke toffe man. Leuk om naar te luisteren. Community is al redelijk groot. Een van de leuke community. Ja, gezellige community. Die doet gewoon elke dag gewoon chill, lekker just chatting streams in zijn slijterij. Camera's hangen in de slijterij, dus je kan de kassa zien en je kan zijn bureautje zien. Dat is waar de... Goed zo, cameraman. Wat was hij naar aan het wijzen? Nee, hij deed even van dat het de belichting nog goed is. Ah, oké, okay, dankjewel. Ik stak mijn duim op en ik wou de kijkers niet verbazen van of afleiden. Van waarom stikt hij nou ineens de duim op. Ja. Maar dat is dus Drank for You, dikke aanrader, nogmaals shout-out. Link naar zijn kanaal in de beschrijving komt van deze video. Weer in de beschrijving, want die man is gewoon geweldig. Inderdaad. Kan het niet vaak genoeg zeggen, echt waar, bedankt jongen.
Is het lekker pijpje trouwens, Mikko? Het is een fantastisch pijpje. Ja, ik vind die sigaren, jongen, ik ga ze gewoon opnieuw halen binnenkort. Is wel lekker, hè? Ja, die zijn heerlijk, die wild sigars. Nogmaals, dat zijn de Albano's. Te verkrijgen in je lokale krantenwinkel. Als een sigaar, een beetje een sigarengerichte winkel heeft. Want... Moet zelfs niet echt sigaargericht zijn, want het is gewoon... Ja, het zijn gewoon wilde sigaartjes. Ja, maar je moet natuurlijk wel een dorp hebben, zal ik maar zeggen, die daar sigaren rookt. Want ja, anders heb je het niet staan. Want het is een doos van 14, 25 cent. In België. Nederland weet ik niet of dat ze verkrijgbaar zijn. Of dat ze, ja, verkrijgbaar waarschijnlijk wel, maar daar zal een heel andere prijsklasse op zitten met belastingen en taxen. Inderdaad. Dus ja. Wat is een voordeel dat wij in België hebben? Goedkopere tabak. Ja. Ja, Miguel, wij gingen ook starten met een ding. Hoe noemde het nou helemaal op woensdag? Game dag. Woensdag game dag. Dus als je deze video ziet, morgen is het game dag. Ja, morgen is het game dag. Wij willen straks al een video opnemen, eventueel, als dat lukt. Mm-hmm. We willen een beetje vooruitlopen, want ik moet natuurlijk weer werken als jullie deze video zien. En dat is een beetje vervelend, want ik ben pas tegen 5, 6 uur thuis en Miguel die. Ja, ik wil het ook gerust alleen games doen, maar het is natuurlijk leuk dat je met 2 of 3 of 4 of 5 man een spel kunt spelen. Dus ja. We moeten nog een beetje zoeken wat we gaan spelen. Ja, het zal niet standaard Minecraft zijn, want ja, Minecraft zal er ook wel eens in komen, want we spelen ook heel graag. Oké, ja, we zijn kleine kindjes, ik weet het. dat is niet waar, ik speel Minecraft al sinds launch. Ja. Ik speel Minecraft al sinds 2009. Ja. Mikkel heeft een sms'je, denk ik? Nee, Pokémon Go. Pokémon Go. Pokémon Go komt trouwens ook binnenkort te zien. Dat zal ik streamen. Samen met Mick wel op de achtergrond, op microfoon. En eventueel cameraman. Maar dat is nog niet direct voor nu, zal ik zeggen. En onze moeder moest tot 7:30, dacht ik. Dus, oh, ze is net thuis. Ze is thuis. Hartstikke leuk. Onze moeder is thuisgekomen. Piet. Ja, zeg het eens. Kijk je uit naar graspop? Ik kijk kuiken. Ik kijk zeker. Nou, dat was geen kuiken, dat was een kip. Ik kijk zeker uit naar Graspop. Ja, dat is een festival waar je gewoon van als het net gedaan is, alweer opnieuw meer uitkijkt. Ja, inderdaad. Je hebt zelfs een afteller op je gsm staan, joh. Inderdaad. Als mijn vingerafdruk nou wilt werken, 90 dagen. Ja. Wel 91, want die 90 is tot de woensdag ervoor. Ja, maar voordat we over Graspop verder gaan, we gaan even een korte pauze pakken. Dus cameraman, wil jij zo meteen de camera even uitzetten? Dan pakken we een korte pauze en dan zien we jullie zo meteen weer terug. En door onze fantastische editing skills merken jullie zelfs niet dat we weg waren. Ja, inderdaad. Miguel, we hadden het dus over Graspop. Inderdaad. Dat was even open. Even mijn nek. Ja, ik raak af en toe mijn nek, anders schiet mijn nek vast. Dus ja, Graspop. Graspop. Voor de mensen die Graspop niet kennen, dat is Graspop Metal Meeting. GMM. Dat is in België, in Dessel. Inderdaad. Is een driedaags? Nee, driedaags. Ja, driedaags. Eén keer was het 5 dagen, hè? Eén keer was het 4 dagen, dat was vorig jaar. Ja, dat was vorig jaar, dat was 4 dagen. Ik dacht 5 jaar, maar we mochten de dag daarna nog op de camping. Het is dat. 5 dagen eigenlijk. Mm-hmm. Met 4 dagen muziek. Het is een metal festival van normale metal rock. Je hebt het Rockcafé. Daar kan jij wel meer over uitleggen misschien. Over de verschillende stages. Ja, je hebt het Hard Rock Café. Dat is eigenlijk gewoon een soort van een overdekte bar waar dat ze een beetje alles draaien. En dat is eerder voor zo'n 's avonds na de hoofdconcerten. Even te komen relaxen. Sorry, er komt de motor langs. Even te gaan relaxen. Relaxen zelfs. Je hebt de Jupiler Stage. Jupiler, of als je Nederlands bent, spreek je het waarschijnlijk Jupiler uit. Dat is natuurlijk een Belgisch bier. Die sponsoren een volledig podium op Graspop en daar staan eigenlijk de minder bekende Belgische bands op. Is effectief alleen voor Belgische bands. Mm-hmm. Dan heb je de Metal Dome, waar dat de death metal en de cover bands en de tribute bands meestal spelen. Ja. Dan heb je Mainstage 1 en Mainstage 2, waar dat zijn mainstages, dus daar staan de hoofdacts. En dan heb je de Marquee,
En in de marquee wordt er eigenlijk... De doom metal eigenlijk. Hè, zo de... Maar er wordt ook van alles gedraaid. Maar vooral de zwaar. Maar de kleinere bands en ook effectief zwaar. Maar niet death metal, want dan zit je weer in de metal dome. Ja. En dat is dus een driedaags metal festival waar wij elk jaar naartoe gaan. Wij kamperen daar. Ja. Dat is ontzettend fijn. Dit jaar hebben we zelfs de taxi geboekt dat we lekker vroeg. Want het festival begint vrijdag, maar vanaf donderdag mag je de camping op. En wij hebben geregeld dat we er op... Sorry. Dat maakt niet uit. Dat we er op donderdag gaan wij rond 10 uur zeker aan de ingang staan. Zodat we nog vrij ver naar voren staan, hopelijk. Ja, ik hoop het. Ik hoop het echt. Zodat we vlak bij de ingang van de camping kunnen liggen. Ja, want vorig jaar was het probleem, de mensen bleven toekomen en de camping zat vol. Maar vorig jaar was het ook gewoon, het was één keer voor de eerste en enige keer een vierdaagse editie. Ja, wie weet niet de enigste keer. Nee, maar, want er was iets te vieren. 25 jaar, kan dat? Nee, dat was niet dat jaar. Ze hadden iets te vieren. Ik weet het niet. Volgens mij hadden ze gewoon genoeg geld voor... Nee, er was effectief wel iets te vieren, hoor. Ja, dat zoek ik wel op. En dan... ze hadden iets te vieren, ze hebben een dag extra gedaan, waardoor er veel meer volk kwam dan gewoonlijk. En in de voormiddag, allee, wij waren er in de middag. Mm-hmm. En in de, denk 2 uurtjes dat we er waren, lag de camping al vol. Wij lagen in het midden en... Allee, nog niet eens in het midden. Wij lagen heel goed. Wij lagen eigenlijk vrij ver naar voren. Nog ver naar voren voor de mensen die er al waren. En nog geen 2 uurtjes later lag de camping vol en moesten mensen gewoon teruggestuurd worden. En, konden ze niet blijven kamperen. Nee, en daar hebben ze op een gegeven moment een weiland voor vrijgemaakt waar ze auto's op deden parkeren, dacht ik. Nee, dat was in 2016 dat ze dat weiland hebben vrijgemaakt. Ja? Ja, vorig jaar... Ze hebben een weiland vrijgemaakt, dat weet ja, maar niet hetzelfde. Het was verder naar het dorp toe. Ja, dat was 2 kilometer wandelen of zo? Ja, inderdaad. Dus heel veel mensen waren kwaad. Slechte infrastructuur, slecht georganiseerd en dit en dat. Allemaal dikke bullshit. Graspop had voorzien voor de normale toegelaten mensen, maar er waren op een gegeven moment zoveel mensen die camping ook wouden doen. Maar camping is gratis, moet je niet voorbij betalen. Dus ze hadden gebrekend op de andere jaren. Ja. Van, we hebben genoeg campingplaats. En, het was ook de allereerste keer ooit dat Graspop volledig uitverkocht was. Ja. Rammstein. Ja, Rammstein. Heerlijk was dat. Dat was geweldig. Dat was geweldig. Nee, Rammstein was het jaar daarvoor. Want alleen de dag met Rammstein was toen uitverkocht. Vorig jaar, vorig jaar was het... Eelstor? Of was dat? Nee, dat was ook het jaar daarvoor. Dat was het jaar daarvoor, ja, klopt. Vorig jaar hebben we gehad, godverdomme, noemen ze nou weer, Guns N' Roses. Guns N' Roses, Guns N' Roses. Ja, klopt, ja, met die Spitfire die was op het podium. Nee, dat was Maiden. Ja, en dat was wel een Spitfire. Ik haal al die namen door elkaar, al die mensen haal ik door elkaar. Mijn lievelingsmensen ken ik wel, Aelstorm bijvoorbeeld, Korpiklaani, ik hou meer van de pirate metal. Ja, Maiden heeft mogen afsluiten, Volbeat heeft mogen afsluiten, Guns N' Roses heeft mogen afsluiten en de laatste dag... Ozzy, hè? Heb ik niet gezien. Was dat Ozzy? Ik dacht dat het Ozzy was, hoor. Dat zou best wel eens kunnen. Ozzy Osbourne? Ja, dat was... Nu, er komen ook veel meer kleinere bands, maar dit jaar komt Sabaton, ook is mijn favoriete band. En die komen, ze gaan geen dag afsluiten, maar ze krijgen wel een hoofdconcert. Ja. Dus gaan we weer een uur lang de Viking in mij naar boven laten komen. Even tussen haakjes, de cameraman is momenteel weg, dus als het beeld een beetje vervaagt omdat het donker is ondertussen, dan weten we het niet. Dan weten we het niet, want ik heb de klep eigenlijk niet gedraaid. Dat hadden we moeten zien. Doen. Had ik eigenlijk moeten doen, maar dat ga ik nou niet doen, want dan moet ik weer een knip- en plakwerk gaan doen en ik wil graag gewoon lekker met jullie verder kunnen praten. Maar wat wij meestal doen is, of ik en Piet toch op zijn minst, wij zitten heel veel op de camping, ja. In onze tent, rustig biertjes te drinken, rustig eten maken. Lachen met de mensen rondom ons, banden scheppen voor dat weekend, vriendschappen scheppen voor dat weekend. Niet per se voor dat weekend, want heel veel van die mannen voegen ons ook toe op Facebook. Ja, dat is inderdaad zo.
Maar wij zitten daar. Voor de goede bands gaan wij altijd direct naar de podia. Gaan wij aanschuiven, gaan wij wachten, gaan we kijken. Maar als er zo niets is dat ons echt interesseert. Ja, dat ons niet direct aanspreekt, want alles is wel interessant wat er komt, maar het spreekt ons niet allemaal even uit aan. Dan gaan we makkelijker over de Metal Plaza. En Metal Plaza is eigenlijk een. De hele markt die eraan zit. Een hele markt die eraan zit met waar dat ze platen verkopen. Ze verkopen er patches. LP's. Ja, ze verkopen patches voor op vesten. Ze, alles, eigenlijk alles. Geen wiet? Geen wiet, want ze zijn wel illegaal. We hebben wel een. Hoe noemt die store? Die met al die bladeren en. De Head Store. Dat, die verkoopt alles voor wiet en. Alles behalve de wiet zelf. Ja, alles dus, behalve de wiet zelf. Dus van alle verschillende soorten rolblaadjes, van alle verschillende soorten tipjes. Zelfs doorschijnend blad. Weet je dan ja, doorschijnend blaadjes. Dat is een vriend van ons. Ja, gewoon zo doorschijnende vloei. Dat was een apart. Jasmasker, bonks, gewone bonks. Letterlijk alles dat met marihuana te maken heeft, behalve de wiet zelf. Wat logisch is, want dat is illegaal in België. Je mag dat hier niet kopen, je mag dat hier niet verkopen. Je mag wel maximaal 3 gram bezitten. Ja, daar heb ik zo ook mijn twijfels over, maar je hebt op zoveel plaatsen nul tolerantie. Dat is tegenwoordig inderdaad wel zo. Dus maar, ze hebben medicinale wiet al legaal gemaakt. Hè? Nee. Nee, daar zijn ze mee bezig. We hebben een bureau voor medicinale marihuana ondertussen in België. Ja, En die gaan onderzoeken doen voor de legalisatie voor medisch gebruik. Waarna ja. Natuurlijk de legalisatie voor recreatiegebruik ook komt. Oké, maar we wijken af naar wiet. Ja. Dit gaat dus niet over ons kanaal meer. Want daar hebben wij het op ons kanaal niet over. Wij zijn anti-wiet. En Miguel? Mm-hmm. Dus. Oh, je hebt as laten vallen, jongen. Het rolde net naar beneden. ja, lekker veel. Nou, veel is dat niet. Dat is gewoon, jij tikt hem niet af, ik tik hem wel af. Maar ja, dat is dus het ding waar wij elk jaar het hardst naar uitkijken. Graspop, dat is mijn vakantie. Ja, voor mij neem ik voor de rest van het jaar neem ik geen vakantie van mijn werk of zo. Dat is ook een festival waar je avonturen beleeft, joh. Ik heb, We houden het netjes, de beste verhalen gaan we niet vertellen, want dan komen we in de problemen waarschijnlijk met de personen die daarbij betrokken waren. Nou, ik ga het ene goede verhaal waar ik bij betrokken ben, en ik alleen, ja. Even benoemen. Dus we waren de avond dat Volbeat mocht afsluiten, zaterdagavond geloof ik. Of was dat vrijdagavond? Ik weet het niet, zaterdagavond, het was een avond. Volbeat was afsluiter. Piet, cameraman en Piet zijn broer, en ik... gingen naar dat concert, want ik hou van Volbeat als een Deense power metal band. Ja, ik ben zo voor en niet zo voor. Ja. Ik dacht, hè, van oh, we staan hier met z'n vieren, weet je wat, ik ga 4 biertjes halen. Dus ik ga naar de drankenstand, het duurde ongeveer een kwartier, ik krijg mijn 4 biertjes. Ik wandel terug naar waar de jongens waren en die zijn ineens alle 4 Fuji. Dus ik sta daar, zo met 4 biertjes in mijn handen, op deze manier dus. Maar ja, dat kan je niet drinken, dat is een beetje moeilijk. En... ik sta er wel naar mijn bier te kijken en er passeert ineens een aangename, knappe, jonge dame. En ik zeg letterlijk met mijn half dronken hersenen. Hey meisje, je ziet er best wel goed uit. Wil je biertje? Dus zij zegt, oh, ja, graag. Ik zeg, ait, pak maar 2 biertjes. Dus ik pak 2 biertjes, we drinken ons biertjes op. Dat was mijn telefoon. En dan komt het zo meteen. En, de cameraman is ondertussen terug, die zal zo meteen even naar buiten komen. Ik ben een 4GSM aan het maken. Maakt niet uit. Ik even de cameraman naar de keuken gewezen. Ja. Dus vertel verder, je hebt dus 4 biertjes gegeven. 2 biertjes. Ja, 2 biertjes. Dus wij drinken onze biertjes en we staan zo wat te babbelen. En op een gegeven moment zeg ik... hi cameraman, we zijn aan het filmen. Ik heb de cameraman, ik heb de... kijk uit voor de hond dat hij op de voet deur zit. Oké. Dus op een gegeven moment zeg ik, Jan, dan gaat er even heel veel schaduw zijn. Zijn we trouwens nog goed te zien? Ja, dan... ja, hè? Alright, alright. Dus ik zeg tegen de jonge dame van... cameraman, het gaat over de graspop. Je ziet er leuk uit, wil je misschien zoenen? Zij zegt, ja lekker, doen we toch. Nu komt het. Dus, moment is daar. Ik leg mijn handen op haar heup, ik trek haar wat dichter. We beginnen naar elkaar toe te leunen. Ik ben op 5 centimeter van haar gezicht, wanneer ze zegt... volgens mij heb je net look gegeten. Ik hou niet van look. Ze doet een stap achteruit en ze wandelt weg. En dat is waarom ik op festivals geen pitas met looksaus meer eet. Oh, geweldig.
Ja, jongens. Dat was een, ja. Dat was hard. Dat was enorm nu hard. Nu cameraman er ook is, we gaan het niet over die avond hebben met die vrouwen. Je weet wel welke avond we bedoelen. Ja. Maar we gaan het hebben over Manuela. We hadden vorig jaar ook een opblaaspop. Een leuk idee om een opblaaspop mee te nemen. En die hebben we Manuela genoemd. Als cameraman het goed vindt, ik heb die foto dat jij ermee ligt te slapen in de tent. Wacht, er komt iemand buiten. Mag hem buiten, want die zegt hij al. Ja, doe maar buiten nog. Devil komt er ook weer bij, jongens. En meisjes. Komt hij aangerend en daar is hij hoor. Dus wij hadden een. Kijk uit dat het statief niet omloopt. Wij hadden dus een sekspop die Manuela noemde. Nou, het was geen sekspop, het was gewoon een naakte vrouw die je kon opblazen. Ja, een opblaaspop. Ze hadden geen openingen in. Nee, maar ik noem het nog altijd een sekspop. Dus wij hadden Manuela meegenomen. Ik had nog een vraag aan cameraman toen Bas buiten kwam. Mijn broer is noemd namelijk Bas. Zal je binnenkort ook wel eens in de video's. Ja, laat hem maar rondlopen dan. Die zul je binnenkort ook in de video's zien. Maar cameraman, even een vraagje. Mag ik die foto erop leggen, opzetten dat jij met Manuela lag te slapen? Want je hoofd is niet zichtbaar, alleen Manuela rond jou. Met haar arm rond jou. En jouw prachtige, toen nog iets minder klein buikje. Ja. Oké, ja. Ja, dus op een gegeven moment zijn we 's ochtends. Ik en Piet zijn al wakker en wij zitten in de opening van onze tent een sigaret te roken. En we denken, waarom is Sydney nog niet wakker? Waarom is cameraman nog niet wakker? We denken, ja, we zullen eens kijken. Dus ik rit zijn tent open en ik zeg tegen Piet, zo stil als ik kan, geef mij mijn telefoon aan. Dus Piet geeft me mijn telefoon aan. Ik doe de binnentent open en ik heb daar de mooiste foto ooit gepakt. Ooit genomen zelfs. Dat was, Sydney lag rustig, lief op zijn zij te slapen. Manuela lag naast hem. Manuela was een opblaaspop, ja? En de arm van Manuela lag rond Sydney. Lag rond cameraman. Geweldige taart, jongens. Oh, heerlijk was dat daar. Ja, jammer genoeg is Manuela de laatste avond gestolen. Nee, dat was geen avond, was overdag, hè? Mm. We zitten Manuela buiten, ze wou in het zonnetje gaan zitten en ze was wat slapjes. Ze was wat slapjes, ze was wat leeggelopen ondertussen na die zoveel dagen. En ze wou in het zonnetje gaan zitten, we kijken 2 minuten later en Manuela was weg. Iemand is met Manuela gaan lopen. De dieven. In ieder geval. Ja, nou dat was dus het verhaal over Manuela. Ja, het jaar daarvoor hadden we... hebben we wat Nederlanders ontmoet. Een rubberen Robbie. Ja, dat waren buurman en buurvrouw. Ja. Er waren 3 mannen en 1 vrouw in 1 tent. Dus dat was gewoon buurman en buurvrouw. En, maar ook chille mensen. Mijn zus had een... Het was de eerste keer dat ze naar een festival ging. Met haar vriendje en dan was ze bij ons komen liggen. En ze had van mijn moeder een eerste hulp bij een ongevallen festivalkitje gekregen. En een van de objecten daarin was een festivalcondoom. Wat ik al goed vind dat erin zit, want condooms zijn heel belangrijk. Als je ooit seks hebt, gebruik een condoom. Ja, altijd veilig doen. Altijd veilig doen, je wilt geen kinderen. Ja, tenzij je wel kinderen wilt met je vriendin. Ja, dan moet je dat niet doen, hè, want ja, met een condoom kan je geen kinderen maken. In ieder geval, mijn zus gaf mij die condoom, want ja, ze had toch een gewone doos bij en ze moest die niet hebben. En wij dachten, we gaan hier decoratie mee maken. Dus we hebben dat rubbertje uitgepakt, we hebben die opgeblazen, afgeknoopt. Met een alcoholstift een gezichtje opgetekend. Nee, we hadden hem eerst opgeblazen. Ja, eerst gewoon opgeblazen en dan een gezichtje opgetekend. Ja, en toen ontstond Rubberen Robbie. Toen ontstond Rubberen Robbie. Maar... Die hebben we aan onze tent vastgebonden. Nee, ik had hem, we hadden een tentstok en die was kapot en daar ging een koord uit. Maar ik zal even verder vertellen. We hadden dus een tentstok en die was afgebroken. Die hadden wij gevonden. Daar hebben we het afval mee opgeruimd. Ja, daar hebben we de laatste dag het afval. Want als je afval binnenbrengt, ook even tussen haakjes. Als je afval binnenbrengt, krijg je een poster. Dus dat is wel leuk. Dus dat is altijd leuk. Maar de posters waren op. Posters waren op. Maar dus in ieder geval, wij hadden Rubberen Robbie aan de touw hangen. En Rubberen Robbie die begint wat te waaien, bewegen. Maar op dat moment valt de wind stil en je ziet Rubberen Robbie naar de grond gaan. Ik weet niet wat er lag of hoe het komt. Egeltje. Ja, egeltje lag daar. Ik had een gat gegraven de eerste dag en we deden onze sigarettenpeuken op het zand uit. Ik had een bolletje gemaakt. En daar staken we onze sigaretten in om een egeltje te maken. De reden dat we een gat hadden gegraven is, we wouden onze... De coolbox. De vuilzak. Oh ja. We wouden de vuilzak eigenlijk ingraven, zodat we eigenlijk een vuilbakje hadden. Was makkelijk geweest, maar de grond was te hard. Dus maar, Rubberen Robbie gaat naar de grond, valt op egeltje en binnen nog geen 100ste seconde ontploft hij.
Dus met andere woorden, die condoom was dus niet goed. Vertrouw dus geen festivalcondooms. Nee, altijd CE gekeurd, altijd de stempel van Durex erop. Als het een Durex condoom is, moet er een CE gekeurde zijn, want anders is hij niet in orde. Dus maar, rubberen Robbie, dat was jouw verhaal. Dat was, jouw verhaal. Dat was ook direct je einde. Dat was ook, ja. Ja, dat was ook weer zo'n leuk weetje over wat wij doen op Graspop. Ja. Of de oorlog met de Duitsers toen. Ja, maar we... Ja, die Duitsers, ja. Met die blikjes die dat ze naar ons hadden gegooid, die lege blikjes. Nee, 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 nee. Daar ging het niet over. Dus, wij komen, eraan. We hadden... We hadden 4 tenten. We dachten, we zetten die in een cirkeltje, lekker leuk. Yeah. En we lieten een klein gangetje over, zodat we makkelijk naar de hoofdgangpad konden wandelen. En wij gaan heel even weg voor materiaal bij op te pikken of zo. Of misschien biertjes te gaan halen, weet ik veel. We gingen iets doen, misschien zelfs gewoon naar het toilet. Wij komen terug. Naar het toilet, denk ik. En daar hebben we 2 Duitse kerels. Nee, wij gingen de tweede ronde van onze spullen halen. Ja, en daar hadden 2 Duitse kerels. Die waren maar met 2, die hadden daar een tent waar dat 10 man in kan slapen of zo. Die hadden ze gewoon bij ons ertussen gegooid. Die hadden ze er niet tussen gegooid, maar die hadden ze in het midden van ons gangpadje gezet. Ja. Nou, en ze kwamen ook nog vragen of dat wij onze tenten waren. Ja, zodat hun vrienden erbij konden. Daar hebben wij gewoon onze poot stijf gehouden. Maar op die moment waren wij dus allemaal boos op de Duitsers. Want wij moesten constant over tentlijnen stappen om veilig naar het gangpad te wandelen. Ja. Dus hebben wij een beetje onofficieel oorlog aan de Duitsers verklaard. Wat dat inhield, is dat wij al ons leeg afval naar hun tent gooiden. Iemand had om de een of andere reden rauw vlees bij. Dat op dag 3 natuurlijk zo bedorven als iets was. Dat was ik. Ik had een pakje vlees bij, beleggen. Ja. Tussen het brood. En dat hebben we dan ook maar lekker richting die tent gegooid. Ze hebben nooit iets van de oorlog gemerkt, maar wij wel. Wij hebben de oorlog gewonnen. Wij hebben de oorlog gewonnen, want ze hebben niet eens meegedaan. Op het einde gooiden we zelfs onze volle blikjes bier naar de tent. Ik heb meerdere keren tegen die tent staan urineren. Oké, okay, maar wat wou ik nou nog net zeggen? Ik wou nog iets zeggen. Ja, wat wou je zeggen? Ja, nou heb je het weer, hè? Nou, ik had iets in mijn hoofd, hè. Robbie hebben we gehad, Edeltje hebben we gehad. Ja, wat was dat? Dat weet ik nou, niet. Nou ja, vertel jij maar nog even verder. Ik kom er zo meteen wel weer op, jongens. Nou ja, dat was... dus dat is onze vakantie. En ja, je hoort ons er nou volgens mij al 20 minuten over bezig. We houden van dat festival. Ja. Nou, ik heb een spinnetje aan de camera. Ja, wat spinnetje er is aan. Een vandvat. Thank you well. Thank you, cameraman. Cameron Diaz. Kom in mij op. Ja, dat was eigenlijk develtje rustig, hè? Nou, ik denk ook dat we de podcast daar kunnen stoppen, dat die wel lang genoeg gaat duren. Ja, inderdaad. Dus dit was Pijpen en Praten, aflevering 2, de Graspop-editie. De Graspop-editie, ja. En ik zou graag zeggen van volg ons op Twitter, Instagram, YouTube en op Facebook. En op Twitch. En Twitch natuurlijk, want dan zie je mij iedere dag live. Mm-hmm. En soms met Miguel erbij of cameraman. En ja. Ik zou zeggen, Miguel, heb jij nog iets te zeggen? Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. Als je gekeken hebt, anders... Ja, dan hoor je dit niet. Nee. Laat gerust wat in de comments achter. Positief, negatief, whatever. Laat een like achter, laat een dislike achter. Wat je ervan vond. Ja. Als je disliked, mag ik dan wel vragen om even een reactie achter te laten wat je niet zo leuk vond aan de podcast. Dan kunnen we daar ook aan werken. We nemen alles mee. Je kan ons ook altijd bereiken op Facebook. Berichtje sturen via Facebook, via de pagina. Twitch ook altijd. Via Twitch ook altijd, fluisterberichtje. Binnenkort komt er hopelijk een Discord server. Hij bestaat al wel, maar hij is nog niet aangemaakt om... De rollen moeten nog ingesteld worden en zo. Ja, moeten nog wat tijd in steken. Dus daar. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. En we zien jullie terug in de volgende video.